Hoi, ik ben Mirna van Laar en ik zit in 4 VWO. En ik heb naar aanleiding van een beveling van mijn Nederlands docentenboek Smelt van Lies Spits gelezen. Het gaat over een meisje die opgroeit in een dorp waar van haar lezers dat misschien maar 2 jongens zijn geboren eigenlijk. En dan samen met die jongens vormen ze dus een drietal eigenlijk. Dat altijd met elkaar omgaat. Maar naarmate de jongens ouder worden, interesseren ze zich steeds meer in meisjes. En deze gaat uiteindelijk op hele rare proeven een soort van testen. En uiteindelijk wordt Eva, het meisje is eigenlijk de vriendin van hun, wordt hier ook de dupe van. En dit is wat eigenlijk waar ze later, als ze ouder wordt, revenge van gaat nemen eigenlijk. En ik vond het een heel erg goed boek, omdat het raadsel wat er maar in het boek plaatsvindt, dat is heel erg gelinkt aan het einde. En ik wilde maar door blijven lezen en ik wilde maar door blijven lezen. En ik vond het heel mooi hoe dat dan uiteindelijk allemaal samenkwam. En ja, dat vond ik. En ik vond het gewoon heel erg leuk. Ik vond het heel mooi geschreven, dus dat.